Hey, goedemiddag, daar ben ik weer, ZeldaBlade20, terug in een nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we de eerste 2 sterren gehaald in dit level en gaan we gewoon verder en we hebben ook de eerste foul gehad. Nu weet ik ondertussen ook, ja, we zouden naar level 3 kunnen, maar ik wil eerst dat laatste sterretje hier ook nog heel even halen. Nou weet ik dat het dus drukke periodes zijn, omdat de examens voor de deur staan en al die dingen en dat is nogal behoorlijk stressvol. Dus, laat ik hopen dat ik een beetje entertainment kan bieden om die stress een beetje te verzachten. Door naar de derde set te gaan en ik ging te snel. King Caliente's Battle Fleet. Oh, wat leuk. We mogen naar de eerste Bowser-schippen toe. Schepen. Schupjes. Ik vind het wel leuk dat je overal zegt van die sterke rug van die. Nou, we hebben de launcher dit keer daar bovenop staan. Dus het voordeel hiervan is, je kunt dus zeg maar een triple jump doen. Hopelijk doe ik hem nou in één keer goed. Juist. En dan kunnen we dus gelijk daar aankomen. Dus op zich kun je dit heel erg snel doen. Goed, komen we nou gelijk aan bij de nieuwe wereld? Ja, we komen gelijk aan bij een nieuw gebied. Maar dat is mooi. Ik hou wel van een nieuw gebied. Oké, Toadje eventjes bevrijden. Wow, you saved me. Thanks, Luigi. In return, let me tell you a secret about this place. Apparently, those spiky things just hate coconuts. Shake them, spin, and smack them with the coconuts. Oké, ja, dankjewel. Oké, de spiky things houden niet van coconuts. Nou, wat je dus hier zou moeten doen, is je moet dus zeg maar zo'n kokosnoot, moet je naar de andere... Oké, blijkbaar heb ik het al gehaald. Prima. Als ik me niet vergis, zat er hier bovenop de boom nog iets. Tenminste, ik zag er net iets. Ik weet zeker dat ik boven hier iets... Ik zag hier iets shinies. Volgens mij kun je op die bladeren staan, maar ik wil het uitproberen. Nee, dus. Maar waarom? Zie, ik zag hier net iets shinies. Laat me zitten. Soms dan denk je dat je iets ziet en dan wil je daar even gaan onderzoeken of je daar daadwerkelijk iets, excuse me, ziet. Poki! Hey Poki, hoe gaat het mee? Poki, dat is lang geleden. Ja, jullie haten meloenen, dus hier. Ik ga hem niet even zo niet. Oké, Poki, krijg ook een meloen. Hey, Poki, een meloen. Oké, nou, kijk, het is een launch star. Ik moet het verschil tussen warp star en launch star wel weten. En hier hebben we dus Chinchoms. Chinchoms die zijn, zover ik weet... Waar brengt dit ons naartoe? Er zat daar een warpipe! Ik wil weten wat die warpipe doet. Wat is dit? Wat is dat? Oké, iets waar ik niet in kan. Oké, prima. Ah, moet ik dit level nog een keer even overnieuw doen om te kijken wat er in die warpipe zit. Volgens mij... Ieder level heeft ook zo zijn bonussterren namelijk, dus... vandaar tot ik... Ik dacht dat dat misschien een bonusster zou kunnen zijn of een weefstel. Oké, nee, spring ik gewoon overheen. Oh, ik hou van die muziek. Die muziek is ook geweldig. Oké, nou, ik ga gewoon hier omhoog klimmen. En bullet bills? Helemaal bullet bills? Sterf. Ik sla jou ook eventjes. Ik sla jou. Hartstikke leuk. Oké. Wij gaan verder. Naar de battleships. Oké, dat is mooi. Dit is leuk. Als een Zelda-player, dus iemand die heel erg veel Zelda-spellen speelt. Deze beesten... Even wacht toch, waar heb jij te melden? Your attacks won't reach those mean-looking aliens, but there's a great idea. What if you try to bounce something back at them? Nee, goh. Wat het leuke is, die beesten die eigenlijk zijn een soort van Arcturax from the Legend of Zelda-series. Dus best wel leuk. Zit hier trouwens een secret? Soms kun je hier nog wel eens leuke secrets namelijk vinden. Dus oké. Nee. 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 Luigi? Nee. Nee, Luigi. Waar ben ik? Oké. Ik denk al, dat wordt weer een death. Maar gelukkig niet. Maar goed, die kun je dus vergelijken met de Arcturax. Wat je wil doen is, je wil die dingen gewoon terugbouncen. Vuurdingen wil je natuurlijk niet terugbouncen, want dat is natuurlijk niet mogelijk. Nou, op het moment dat je hun verslagen hebt, valt de brug naar beneden toe en dan kunnen we verder. Leuk. En er zit een gigantisch zwart gat op ons. Oké. Gemeen, net als ik jullie allemaal negeer. Daar heb ik zo'n reden voor. Goh, 2 schepen van Bowser en... Dat was het. Nou, leuk. Waar komen we nou? Hi. Hi, Luma. Jij legt natuurlijk uit dat, ja, big danger, shoot star bits on the ground, coins will pop up. Ja, daar heb ik al uitgelegd hoor, hoef je niet... Batterij! Oh! Waarom zie ik zoveel bazen terug eigenlijk van Mario Galaxy 2? Niet dat het uitmaakt, maar... Poef,
Wow, jij schiet al gelijk vuur. Dat was ik even vergeten. Mag ik heel even de starbits? Ik zal niet gaan healen. Ik zal niet flauw zijn. Ik ga niet healen. Oké. Okay. Hi. Ik zeg wel heel erg vaak hi tegen je. Vind ik omdat ik je aardig vind misschien. Oh, tennis! Wat leuk! We gaan tennissen! Yay! En toen was je je kroon bij. En dat maakt hem nogal boos. Oké, okay, dan gaat hij van die blauwe. Mag ik alsjeblieft hier bovenop staan? Ik wil hierop staan, ja? Oké, okay, schiet er nog zo in. Nee, niet die vuurballetjes, die meloentjes. Boom. 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 Ah, volgens mij heb ik zijn gevoelens een beetje gekwetst. Maar ja, we hebben er toch weer een gratis ster van gekregen. Nou ja, gratis. Ik bedoel, die bazen zijn eigenlijk best wel makkelijk te verslaan als je gaat nagaan dat je ze maar 3 keer hun eigen... Als ze dus zeg maar hun tentakels zouden gebruiken in de lava en zouden slaan. Niks aan het handje, maar in plaats van tot... Of de hele tijd vuurballen of zo. Ik snap ook niet hoe dat die logica was, werkt. Maar ik ga heel eventjes kijken wat die, of die warpipe nou daadwerkelijk zo boeiend was als dat ik dacht dat het was. Mocht dat zo zijn, dan zie ik jullie bij de warpipe. Mocht dat niet zo zijn, dan zie ik jullie hier weer terug. Nee, ik wil niet zeven. Ik zie jullie zo. Oké, dat was niks boeiends. Het was alleen maar een secret kamer met een powerstar, waardoor dat je veel starbits zou kunnen krijgen. Kunnen we deze al openen? Kan ik die al openen? Waarom mag ik die nog niet openen? Goed, dan ga ik wel hier naartoe. Oké. Okay. Honey Hive Galaxy. Dit is volgens mij een van mijn minst favoriete steden. Maar ja, dat was wel bij Mario Galaxy 2 dat ik eigenlijk niet zo fan was van Honey Hives. Maar op zich... We krijgen hier een introductie van iets. Oh, het is dit level. Ja, ik ben inderdaad geen fan van dit level. Maar dat heeft een reden. Waar we later op komen in het spel. Be Luigi takes flight. Ja, natuurlijk zou het Be Mario zijn op het moment dat je dus zeg maar voor het eerst speelt. Goed, hier zit een secret leven. Altijd handig om te weten. Goed, nou. Wat hier de bedoeling is gewoon eigenlijk van A naar B lopen. Zoals we gewend zijn in Mario Galaxy levels. Nou, er is hier niet veel te onderzoeken. Wat je zou kunnen doen is je zou dus zeg maar hierachter kunnen kijken. En dan zou je, als ik me niet vergis, kun je hier dit wall jumpen. Kun je dit wall jumpen? Nee, je kunt dat niet wall jumpen. Wil je dat niet doen, Luigi? Batterij! Hier kun je wall jumpen. Sorry, ik verwarde de wall jump locatie hier. Oké, wat je hier kan doen is, je vindt hier dus zeg maar weer een pipe. En dit keer zou ik weer zo'n warp pipe laten zien wat voor secrets dat erin zit. Piranha Plants, stop even met Nomnom alsjeblieft. Voel ik niet vrolijk van. Oké. Yep, it's a secret to everybody. Oké, dan kan ik toch eindelijk zeg maar de Rainbow Star laten zien. Waar toch best wel veel, ja... Ik denk dat jullie daar toch wel naar nieuwsgierig zijn een beetje. Wat je wil doen is, je wil dus zeg maar al deze stenen ontwijken. Ja, je kunt ze kapot maken door hun red gooishness in te drukken. Maar op het moment dat je die dus hebt, ben je onsterfelijk en kun je dus alles zeg maar kapot maken door er alleen maar tegenaan te lopen. Bij changeups is dat natuurlijk handig, omdat, ja, changeups, dat is de enige manier om changeups natuurlijk te verslaan. Maar dit is dus een hele handige manier om lekker heel veel starbits binnen te krijgen. En als je ze allemaal hebt verslagen, krijg je dus een leven omdat je dus zeg maar meer dan 50 starbits krijgt. En dat was een fanmailtje. Ja, af en toe hoor je nog wel eens een keer op de achtergrond. You do. Dus kijk, ik heb die jump halen met... Nee. Ah. Oké, okay, wat ben ik? Een nogal apart eruitziende paddenstoel. Nou, oké, okay, we hebben Mario Galaxy 2 gedaan, dus we weten wat het doet. Op het moment dat je die paddenstoel pakt... Mag ik even beeld? Dank je. Verander je in bij Luigi! Met bij Luigi kun je rondvliegen door A-knop ingedrukt te houden. Raak je water, verander je weer terug zeg maar in normale Luigi. En je kunt zeg maar op honing kun je dus zeg maar aan muren vast blijven zitten. En dat was eigenlijk best wel een interessant watereffect. Okay. Deze beesten die zullen je dan aanvallen. Aangezien dat ja, ze zijn bang voor mensen, maar niet bang voor bijen ofzo. Weet ik hoe dat precies werkt. En natuurlijk word ik geraakt op het moment dat ik ergens naar beneden toe spring. Nou ja, we krijgen hier een gratis refill. Oké. Okay. I believe I can be. Oké. Okay. Genoeg in ieder geval om hier te... ja, muntjes genoeg hier om weer eventjes genoeg helft te krijgen. Deze bloemen, daar kun je niet op staan als gewone Luigi. Daar kun je alleen maar op staan als bij Luigi. Dus houd daar rekening mee. Op het moment dat je daar probeert op te springen als normale. Honey is heavy. Ja, nou, dan laat je het los.
Nee, als je dan probeert te springen als normale Luigi, het probleem wat je dan gaat krijgen is dat die bloemen gelijk wegvallen. Dus je hebt niet heel eventjes een seconde dat je toch op een plateau staat. Nee, die vallen gewoon gelijk weg. Dus hou daar rekening mee. Oké. Nogmaals, niet in het water vallen, want anders zijn we geen bij meer. Dus je moet je hoofd erbij houden. Oké, dat was wel heel erg slecht, sorry. Ik hou af en toe wel eens van slechte grappen. Dus. Sorry hoor, Piranha Plant, maar mag ik er even bij? Sorry. Ah, ik kan het niet helpen. Ah, al die bijgrappen die je gewoon kan maken. Je hebt de A-knop en je hebt de B-knop. Oké. Het is alleen maar leuk in het Engels. Je weet wel, je hebt de A-button en de B-button. Ja. Hoeveel bijgrappen gaan we maken in deze aflevering? Heel erg veel, oké. Nou, hier hebben we dan zeg maar die muren waar ik het over had. Dat je daar dus zeg maar op kan klimmen als bij Luigi, want we spelen niet als Mario. En zo kun je dus zeg maar ook omhoog klimmen ondertussen. Ik wil weten wat dat ding geeft. Muntjes! Ja, je kunt dus zeg maar niet ongelimiteerd vliegen. Je hebt dus zeg maar... dat vliegmetertje wat je dus zeg maar net in beeld zag. En als dat vliegmetertje leeg is, dan kun je dus helemaal niet meer vliegen. En dat vult zich op het moment dat je dus tegen de muur aan zit. Wow. En op het moment dat je dus zeg maar op de grond staat. And who might you be? I presume, who presume? No matter, we are in the most vexing predicament and require assistance. The most various itching plagues of our entire being. It must be stopped. Please find the source of all. Bla bla bla. Oké, dit zal wel. Vergeet niet, op dit punt word je nog gezien als een newbie. Oké. Mario Galaxy 2 grap. Hoeveel bijgrappen gaan we nog krijgen? Oh, echt. Ik kan er niks aan helpen, het is zo makkelijk. Je moet gewoon de bijs bij elkaar houden. Bij elkaar. Oké, sorry. En dit is nogal eigenlijk best wel fout. Hoe dat je hier die dingen en hoe dat die angel daar... Laat maar zitten. Dus wat je wil doen is, je wil dus zeg maar als een bij, wil je dus over de koningin de bij heen kruipen om die dingen en... Dit was ook een Mario Galaxy 2, ik snap niet waarom dat ze dat de Mario Galaxy 2 er nog een keer in hebben gegooid. Ja, het tikkels. Ja. Oh, my, thank goodness, you show your bravery, newbie. Oké, ze maken die grap dus hier nog. We trust... That week he may rely on you on the in the future. Nou, misschien. Miss B. Oeh, dat was bijna ook. Ik wil wel mijn bijpak, ja hoor. Jim Pieter dan ook te zeuren over dat we een bij brutaal uit zijn. Helemaal gevind hebben. En tot we daar een bij. Ja, weet ik veel. Dat was toen met die andere dingen. Hey, kijk, Toad! Hello, Luigi! Hoi. How are we going to get back? Glad to see you, okay? A bee! Sorry. What, Luigi? Hey, it is you. We escaped from Princess Peach Castle too, but then we thought Bowser would get us, and we got lost with Luigi. What? Oh, I just remembered. We found a power star. I sure you need it. So here, take it. Zo, je was verdwaald met Luigi, terwijl dat Luigi voor je neus staat. Logica's. Ik probeer hier de logica's in te vinden. Take this power star. It's dangerous to go alone. Oké. We hebben weer een ster. Dat is het belangrijkste. Daar doen we het voor. Allemaal voor de sterretjes. Dat verdient een sterretje. Hi. Oké, op het moment dat er dus een special event komt... Dan krijg je dus zeg maar dat je hier wordt gewarpt in plaats van dat je back in de dome komt. Dus oké, nou we hebben 379. We discovered a new galaxy! Yay! Ma. Luigi! Your name is Luigi, isn't it? That's what I heard from your friends who just arrived. Luigi, it has such a nice ring. Dat dacht ik ook. Your friends are waiting for you in the garage. I think they want to tell you something, so you best hurry. On over there. Nee, ik wil niet zeven. Nou, laten we eens even bij de garage kijken wat we daar dan eigenlijk kunnen vinden. Goed. Ja, jullie leven daar hartstikke leuk in. Kijk. Hey, we hebben bericht. Fanmail! Mr. Luigi! Check it out, I'm a mail toad and I have a letter for you.
Dear Mario, I'm in a faraway place, but I'm alright because you're coming to rescue me. P.S. I hope this gift will come in handy. From Peach. Huh? It's addressed to Mario! Don't be upset, Luigi! Hang in there! Okay, Luigi! Princess Peach included 20 one-up mushrooms? 20? Ja, geef maar. 20! Oké. Wij weten hoe groot dat de mushroom is. Laten we eventjes zoveel mushrooms bij elkaar vatten. Dan zouden ze toch zichzelf eigenlijk in een brief kunnen sturen? Of ligt dat nou aan... Maakt niet uit. Oké, jullie wonen met me praten. Zeg het eens. Luigi! Somehow we made it too. We'll help to get power stars and save from this bitch. You can count on us, Luigi. We're all here in this together. Leave it to us. Oké, let ik uitmelden. Oh, die stem wordt irritant om te doen. Ja, jullie hebben het. Dus we moeten... Hey, kijk nou toch eens. Nog een extra leven. Volgens mij is dit ook nog maar op het moment dat ik een nieuwe opnamesessie start. Dat we dan zeg maar weer terug beginnen met maar een paar levens. Dus ja, wie is daar? She's not a witch. Yes. A witch. Oké, leave it to us. Ja, whatever. Goed, dus we gaan weer eventjes terug naar de dome. En we gaan weer op zoek naar de volgende ster. Waarom ook niet? Ik moet wel zeggen dat het wel gezellig is hier. Al moet ik zeggen dat het idee dat je van Galaxy naar Galaxy toe gaat in Mario Galaxy 2, dat ik het ook heel erg leuk vind. En als ik heel eventjes aan mijn oor wil krabben omdat mijn headset een beetje itchy is, laat me gewoon aan mijn oor krabben, ja? Niet van, hé, je moet wel op je retentiebiertje blijven, pontje. Goed, tweede ster van Honeybee. Honeybee Galaxy. Honeyhive Galaxy. Ik dacht dat het bier was, maar dat maakt niet uit. Trouble on the Tower. Bedoel je niet? Trouble on the Towler? Oké, sorry. Ah, sorry Towler. Ik moest gewoon heel eventjes die grappen maken. Dus de Towler die zorgt voor trouble. Ik bedoel Tower. Als hij dit ziet, dan gaat hij echt... Oh, wacht maar. Bij de volgende opnamesessie van Minecraft. Ik zal mijn wraak hebben. Oké, dus we moeten naar een of andere toren toe. Oké, nou. Ik neem hier gewoon de Starbits mee. Hi, bijtje. Dat zie je er toch weer blij uit vandaag. Oké, nou. Hey, dit is nieuw. Dat zal maar fout gaan, zeg. Ach ja, maakt niet uit. Hoi bij, hoe gaat het mee? Dit werkt niet echt goed. Moet je dan de hele tijd dat doen? Moet ik dan de hele tijd dat doen? Ja, blijkbaar wel. Oké. Goed. Yes. Grote... Dat is een grote load, hè? Voor de Pokémon fans die ook aan het kijken zijn. Oké, sorry. Ik moet toch iets verzinnen? Ik bedoel, ja, je loopt hier nog in de stage heen en verzamelt Starbits en ja, dat is het eigenlijk een beetje. Maar ja, waar ga je naartoe? Waar moeten we naartoe? Waar gaan we heen? Ik snap het niet. En wat is dit? Oef. Oh, een brug. Oh, sorry Wiggler, laat me je even helpen. Oh, sorry Wiggler. Dankjewel voor je Starbit. Oké, nou. Volgens mij krijgen we hier dus platformlessen. Waar dus wordt verteld dat je kan walljumpen, dat je dus kan platformen. Ja, daar heb je de sign. Dus wat ik al zei is, je kunt dus zeg maar de backflip doen door snel even om te draaien en dan, te springen. Walljumps natuurlijk tegen een muur aan en dan op A te drukken. En voor de rest weet ik eigenlijk niet of er nog extra walljumps of iets secrets zijn. Oké, bouncy Starbit. Waar staat? Ik zie daar iets. Ik wil het hebben! Het is shiny, dus ik wil het. Waar ben jij? Moet ik erop schieten? Dat is gewoon een muntje! Als je iets shiny maakt, laat het dan ook echt shiny... Ja, je zou hier kunnen... Ik vraag me eigenlijk af, kan ik dit halen zonder een walljump? Wow, oké, dat is een backflip. Nee, ik moet hier wel een walljump doen. Oh. Maakt niet uit. Oké, dus dan komen we eindelijk nog steeds niet op de tower. Oké, nou, dat maakt niet zoveel uit. En... Zelfde play 20, doe eens niet zo bij de hand. Oké. Genoeg met die bijgrappen, hoor. Oké, ik ben er een beetje klaar mee. Wigglers gaan er zelfs van op de grond liggen. Die willen er niet meer bij zijn. Sorry. Genoeg. Oké, hey, kijk nou toch eens. Yay. Ik sla jullie allemaal naar de soerde mama. Ik sla jullie helemaal kapot. Alles? Serieus? Hoi. Oké, nou ja, gaat Starbit, zult mij niet klagen. Laten we weer maar naar beneden springen. Kom hier dan uit. Wee!
Oh, nou zijn we bij de Tower. Towel. De Tower. De Tower van de Tower Gaming. Tower. We zijn hier. Oké. Waarom heb ik zo'n gevoel dat ik daar naar boven kan? Wat zit daar boven? Een shortcut! Wat leuk! Oké, nou, mij hoor je niet klagen. Hij doet het niet. Sorry, maar je windmolen is kapot. Hi. Mag ik jou heel even pletten? Tuurlijk mag ik jou heel even pletten. Daar heb jij geen problemen mee. Dat weet ik. Oké, nou doet hij het. Ik denk ik doe even een shortcut. Nee hoor, je moet eerst een switchwatch raken. Nee. Je moet eerst een switchwatch raken. Daar word je ook niet vrolijk van. Oké, nou. Nou, mag ik alsjeblieft op die... Dank je. Jongen. Goeie techniek. Eventjes die starbitjes verzamelen. En dan komen we weer bij een baas wat echt... Dit vind ik eigenlijk persoonlijk de... makkelijkste baas in het spel. Zij die heel erg bescheiden. Sorry, ik heb je kleine kindje doodgemaakt. Hebben we nou problemen? Nee, je geeft ons gewoon een sterretje. Ik dacht al dat je ons geen zo'n problemen zou gaan geven. Ik bedoel, ja, je loopt wel op de tower. Die grap ken ik op. Maakt niet uit, we hebben weer een extra ster. Yay! You got a star. Niet een B-ster, nee, we hebben een A-ster. Dus geen B-star. Oké, ik moet echt stoppen met... Sorry jongens, ik weet dat ik liep eigenlijk even gaan met die bijengrappen, maakt niet uit. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Ik lees ze altijd heel erg graag, maar alleen als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dat is maar een muisklikje, dus het lijkt me wel dat je daar wel heel eventjes... Maar ja, alleen als je daar tijd voor hebt natuurlijk. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie te zien in de volgende aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. En dan gaan wij de laatste ster van Maya erbij maar doen. En... dan gaan we waarschijnlijk naar dat nieuwe Galaxy toe. Dus dan hoop ik jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. En ik zie jullie dan weer. Doei!